En welkom bij Hop Hop naar Amerika. Gelijk maar even een spoiler alert. Voor wie is deze video bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die naar Amerika wil reizen en zich afvraagt welk visum je daarvoor nodig hebt. Van vakantie via wonen tot het emigreren naar Amerika. We gaan het allemaal bekijken. Geregeld krijg ik vragen over visums, maar ook over het emigreren zelf. Wat heb je nodig en hoe pak je het aan? Ik heb echt werkelijk geen idee. Emigreren, ik heb het heel vaak over reizen naar Amerika, maar van emigreren weet ik eigenlijk vrij weinig. Wat nu dan? Nou, bedankt voor het kijken, dit was het weer voor deze keer. Hey, natuurlijk niet. Hop Hop naar Amerika zou Hop Hop naar Amerika niet zijn als we toch naar antwoorden gaan zoeken. Dus ben ik me in gaan lezen en voor gaan bereiden. Computer erbij en urenlang informatie opzoeken en proberen alles te begrijpen. En ik kan je verzekeren, dat was best een behoorlijke uitdaging. Daarnaast heb ik nog iets ondernomen. Want wat kun je nu in een dergelijke situatie beter doen dan praten met experts? Ervaringsdeskundigen. Karin van der Boom van kaatkeepsgoing.nl en Lianne Koorman van lianneschrijft.nl. Karin schrijft over emigreren en reizen, onder andere naar Amerika. En ja, waar kun je dan beter terecht? Karin heeft zelf 4 jaar in de Verenigde Staten gewoond en is een ware kenner van het land. Overigens huist Karin op dit moment in Singapore en mogen we haar best wel een emigratie-expert noemen, lijkt mij zo. Lianne kwam ik tegen op de Amerika-site van USA365.nl, de site waar ik al eens eerder een video over heb gemaakt en het bezoeken meer dan waard is. Ook Lianne heeft in Amerika gewoond. Ah ja zeg, ja zeker. In 2016 vertrok ze naar de oostkant van de Verenigde Staten. Intussen is ze, een hele ervaring rijker denk ik, weer in Nederland neergestreken. Karin en Lianne hebben met hun kennis en ervaring dan ook eigenlijk deze video mede mogelijk gemaakt. Omdat ik een beetje bang ben dat dit best wel eens een hele flinke video kan worden, zet ik onderaan in de beschrijving een tijdschema neer en verdeel ik deze video in hoofdstukken, zodat je eenvoudig de delen van jouw interesse terug kan vinden. Speciaal voor jullie. We doen er alles aan om jullie gelukkig te maken. Maar het staat je natuurlijk meer dan vrij om de hele video te bekijken. Voordat ik het daadwerkelijk over emigreren ga hebben, hak ik deze video in 4 stukken. Of eigenlijk zelfs 5. Het intro waar we ons op dit moment in bevinden. Dan hebben we deel 1, waarbij we het gaan hebben over de korte verblijven in Amerika. De reisjes, zeg maar. In deel 2 richten we ons op de langere verblijven in Amerika met de bijbehorende visums. Het wonen, als het ware. En in deel 3 kijken we naar het emigreren op zich. En dan aan het einde van de video benoem ik nog een aantal tips en waarschuwingen met betrekking tot het emigreren. En tussendoor strooi ik nog wat met samenvattingen hier en daar. Want het is best een boel. Zet de video even op pauze als het uitkomt. Schenk een bak koffie of thee in. Trek een zak chips open. Pak die reep chocola uit de kast. Het mag even. Omdat alles met elkaar in verbinding kan staan, heb ik besloten alle items in 1 video te gooien. Welke visums heb je waarvoor nodig? Hoe vraag je ze aan? Wat is een zogenaamde green card? Wie kunnen je helpen bij het emigreren? Wat zijn de persoonlijke ervaringen van bijvoorbeeld Karin en Lianne? Is het eenvoudig om te emigreren? Wat komt er op je pad als je gaat? En wat moet je weten voordat je gaat? Genoeg stof om te behandelen. Dus ik zou zeggen, kom maar snel op met dat introfilmpje. We gaan starten met deel 1, het korte verblijf in Amerika. Een kort verblijf is officieel een verblijf van minder dan 90 dagen. En dit komt dan ook het meest voor. Voor een kort verblijf komen namelijk in aanmerking de vakantie, het familiebezoek en een medische behandeling. Heb je hier nou wel of geen visum voor nodig? En daar lopen de meningen over uiteen. Ja, in principe heb je hier een visum voor nodig. En wel het zogenaamde B2-visum. Maar let op, ik snap dat je deze vraag ook met nee kunt beantwoorden. Want om het een stuk makkelijker te maken, en dan ook echt makkelijker, het volgende. Nederland, maar ook bijvoorbeeld België en Duitsland, vallen als land onder het zogenaamde Visa Waiver Program.
En dat maakt het allemaal een heel stuk eenvoudiger. Je hoeft voor je korte verblijf dus geen visum aan te vragen. In dit geval heb je gewoon voldoende aan een zogenaamde online pre-screening via het ESTA, Electronic System of Travel Authorization. Dit is geen visum, maar het is wel afdoende om voor je korte verblijf toegang te krijgen tot Amerika. Tenminste, als je online inschrijving ook wordt goedgekeurd door de overheid. En dat hangt weer af van diverse factoren. Bijvoorbeeld waar je in de wereld vandaan komt, of in welke landen je bent geweest, of je een strafblad hebt, of je in Amerika zelf al wel eens stout bent geweest en al dat soort zaken. Als nou je ESTA-aanvraag wordt afgewezen, of je komt uit een land dat hier niet bij aangesloten is, moet je alsnog dat B2-visum aanvragen bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam. En online is hier genoeg informatie over te vinden. Terug naar de makkelijke manier, de ESTA. Je hebt wel een e-paspoort nodig te herkennen aan dit logo. En je paspoort moet geldig zijn gedurende je hele verblijf in de States. Het aanvragen van de ESTA gaat online. De link naar de officiële site zet ik hieronder in de beschrijving. Bij je inschrijving wordt er van alles aan je gevraagd en het grappige is, je moet er nog antwoord op geven ook. En het kost je een klein bedrag per aanvrager. Tot slot kost het je ook nog wat wachttijd en je moet zelf in de gaten houden of de aanvraag wordt goedgekeurd. Na de goedkeuring is de ESTA 2 jaar geldig. Oh, en voor de zekerheid, het gaat om een pre-screening. Bij aankomst in Amerika zul je nog gewoon in de rij bij de grensbewaking moeten gaan staan. En ook de border control kan je, ook al heb je een ESTA-goedkeuring, nog gewoon de toegang tot Amerika weigeren. Maar als huistuin- en keukentoerist zal dat allemaal wel meevallen. Het enige dat je nodig hebt, is een flinke dosis geduld. Niet geheel onbelangrijk, ook als je alleen maar een tussenstop in Amerika maakt, omdat je bijvoorbeeld moet overstappen met een vliegtuig, een transfer, moet je de ESTA aanvragen. Mocht je niet in aanmerking komen voor de ESTA, zul je in dat geval een C-visum moeten aanvragen. Het zogenaamde transitvisum. Nog een belangrijke. Zakenreizen vallen zeker niet altijd onder de ESTA. Zoek dit vooraf uit, want anders zul je een B1-visum aan moeten vragen. Het visum voor zakelijke reizen. Maximaal 180 dagen per jaar geldig. En dat was het eigenlijk voor wat betreft de korte verblijven. Zoals beloofd nog de samenvatting van deel 1. Kom je uit België of Nederland en is je reisdoel vakantie, een familiebezoek of een medische behandeling? Of land je in Amerika voor een transfer en is je bezoek aan de Verenigde Staten korter dan 90 dagen? Dan moet je online de ESTA aanvragen. Word je ESTA afgewezen of kom je uit een niet-ESTA-land? Dan moet je een B2 of een C-visum aanvragen. Bezoek je Amerika voor zaken? Vraag dan een B1-visum aan. We stappen door naar deel 2, de langere verblijven naar Amerika. Je wilt er gaan wonen. De zogenaamde non-immigrant verblijven. Voor een bepaalde tijd en langer dan 90 dagen. En hiervoor zijn enorm veel visums aan te vragen via het Amerikaanse consulaat. Ik ga ze ook noemen, maar ik begin met de meest belangrijke. Daarna ga ik heel rap door de in mijn ogen minder belangrijke visums heen. En een enkel visum sla ik helemaal over, omdat die voor ons simpelweg niet van belang is. Waarom behandel ik deze visums voor langere tijd eigenlijk? Je kunt je voorstellen dat je voor een bepaalde tijd naar Amerika wilt verhuizen. Maar niet voor altijd. Denk aan een studie of voor je werk. Het kan ook zo zijn dat dit dé opstap voor je is om wel voor emigratie te gaan. Een verblijf voor onbepaalde tijd. En misschien heb je juist als doel om voor 2 of 3 jaar in Amerika te wonen en daarna gewoon weer terug te gaan. Voor deze groep mensen is dit deel 2 van de video bedoeld. En jawel, hier komen ook Karen en Lianne om de hoek kijken. Zij hebben met een dergelijk visum Amerika onveilig gemaakt. En beleefd. Je kunt en moet soms zelfs visums ook combineren. Het kan zomaar zijn dat je voor jouw reisdoelen meerdere visums nodig hebt. We starten weer even met de vakantie, het familiebezoek en de medische behandeling. Want wil je om deze redenen langer dan 90 dagen in de United States blijven, schiet je ESTA tekort en moet je voor een visum gaan. Voor deze gevallen dan weer het B2-visum. Een andere reden voor een langer verblijf kan een studie zijn. Studeren in Amerika is erg populair. Omdat een studie vaak jaren kan duren, heb je hiervoor een visum nodig. Naar gelang het soort onderwijs dat je gaat volgen, een F- of een M-visum. Let wel op, je kunt dit niet zomaar zelfstandig aanvragen. De cursus Punniken voor Gevorderden valt hier helaas niet onder.
Je zult het onderwijsinstituut achter je moeten hebben staan en zij moeten zorgen voor een goedkeuringsdocument. En zij moeten ook de aanvraag voor het visum in gang gaan zetten. Wat je je verder ook nog moet realiseren is dat studeren in Amerika erg duur kan zijn. Het gemiddelde collegegeld is behoorlijk wat meer dan bij ons. Als je oprecht geïnteresseerd bent, kun je hier op internet van alles over vinden. En er zijn ook organisaties die je hierbij kunnen helpen. Na je studie zit in principe je tijd erop en zul je Amerika weer moeten verlaten. Je mag zelfs familieleden meenemen, maar zij moeten dan wel in de aanvraag meegenomen worden. De volgende mogelijkheid is het visum voor deelname aan een uitwisselingsprogramma. Je hebt dan het J1-visum nodig. En de uitwisseling kan op verschillende gronden gebaseerd zijn. Bijvoorbeeld kennisoverdracht als leraar of student, maar ook op cultureel gebied. Denk hierbij aan een au pair. Het kan gaan om een stage of een training, maar ook voor het bedrijfsleven liggen hier mogelijkheden. Het is alleen geen werkvergunning. Het gaat in zijn algemeenheid over het opdoen van ervaring. Je hebt een sponsor nodig die je ondersteunt en begeleidt. Dat kan een universiteit of een bedrijf zijn. Het J1-visum is vaak maximaal 1 tot 1,5 jaar geldig. Als partner of kinderen mag je in sommige gevallen meereizen. Zij moeten dan samen met de houder van het J1-visum een J2-visum aanvragen. Hoe logisch klinkt dat? De au pair heeft dus ook zo'n J1-visum nodig. En dat is best een aardige manier om je voor een tijdje in Amerika te kunnen settelen. Hierover is dan ook genoeg informatie te vinden op het internet. En er zijn ook hier weer organisaties die je erbij kunnen helpen. Een andere belangrijke manier om voor langere tijd in de Verenigde Staten terecht te komen is via het werk. Waarschuwing vooraf, dit lijkt vaak makkelijker dan het daadwerkelijk is. Maar waar een wil is... Over het algemeen gaat het hier over bijzondere werkzaamheden helaas. Dus niet het aan de slag gaan bij de bakker op de hoek. Het gaat om werknemers waar ze in Amerika vaak een tekort aan hebben. Vandaar dat het dus ook gewoon veel moeilijker is dan het lijkt. En omdat het erg specialistisch is, ga ik er dan ook vlot doorheen. Welke visums zijn er? Tijdelijke werknemers of stagiaires in specialistische beroepen. Denk hierbij ook aan modellen. Aan hoger opgeleid specialistisch personeel, onderzoekers, seizoensgebonden werk of stagiaires buiten de medische of academische wereld. Voor de specialistische beroepen gaat het om een H1B-visum. Je hebt een specialistische opleiding nodig. Voor de verpleging bestaat een eigen visum, het H1C-visum. Verpleegkundige is een van de meest gevraagde beroepen in Amerika op dit moment. En dat biedt gelijk perspectieven. Maar denk ook nu niet dat het een makkelijke en een vlotte weg gaat zijn. Voor seizoensarbeiders bestaat het H2-visum. En voor de agrarische sector zelfs het H2A-visum. Ook dan heb je wel weer een landbouwbedrijf nodig dat jou graag naar Amerika wil laten komen. En je moet iets kunnen dat een Amerikaan niet kan. Wil je een speciale opleiding volgen of stage lopen dat je in je eigen land niet kunt of niet hebt en dus alleen maar in Amerika beschikbaar is, dan heb je een H3-visum nodig. En dat was het voor wat betreft het zogenaamde werkvisum, het H-visum. Er zijn nog enkele visums die wel werkgerelateerd zijn, maar omdat dit voor een erg kleine groep beschikbaar is gesteld, loop ik ze even snel door. Crewmembers. Denk hierbij aan bemanning van een vliegtuig, personeel op schepen, dat soort zaken. Hiervoor bestaat het D-visum. Media en de pers. Dit kunnen mensen zijn die werken voor internationale radio- en tv-zenders, documentairemakers, journalisten, filmmakers, etc. Zij vallen onder het I-visum, het handelsvisum. Speciaal voor handelsreizigers en investeerders uit een land waar Amerika een handelsovereenkomst mee heeft. Het E-visum. Internationale bedrijven. Werk je voor een bedrijf met meerdere internationale vestigingen en moet je hierdoor in verschillende landen werken, heb je een L-visum nodig. Buitengewone bekwaamheid. Op het gebied van kunst, wetenschap, onderwijs, etc. Het O-visum. Kunstenaars, artiesten en sporters. Ben jij een internationaal erkende kunstenaar, een sporter of een entertainer, dan heb je een P-visum nodig. Cultuuruitwisselingsprogramma. Wat een woord. Maar voor het uitwisselen van culturen is ook gewoon een visum beschikbaar. Het Q-visum. Religieuze werkers op tijdelijke basis moeten een R-visum kunnen overleggen. En dat zijn de visums en de mogelijkheden om voor een langere periode in Amerika te kunnen wonen. Dan nog even de samenvatting van deel 2. Duurt je verblijf in Amerika langer dan 90 dagen? Dan moet je een visum aanvragen. En dat kan voor de volgende reisdoelen. Voor vakantie, familiebezoek of een medische behandeling. Als je in Amerika wilt gaan studeren. Als je gebruik maakt van een uitwisselingsprogramma, bijvoorbeeld de au pair. Of, in welke vorm dan ook, voor je werk. Kijk, dat schiet lekker op. Zet de video gerust op pauze als je het op je gemak nog eens wilt bekijken. En dan het onderwerp.
In deel 3 gaan we het hebben over het emigreren naar Amerika. Je wilt voor altijd naar de Verenigde Staten, om welke reden dan ook. Voordat ik ga vertellen wat de mogelijkheden zijn, eerst even wat zaken om over na te denken. Ben je lekker pessimistisch en om je wat angst aan te jagen? Nee, gekkigheid. Het is niet bedoeld om je van je dromen weg te halen, maar meer om goed doordacht je beslissingen te nemen. Op de eerste plaats is wonen in Amerika natuurlijk heel anders dan dat je er op vakantie naartoe gaat. Op vakantie moet je immers niets. Doe je alleen maar leuke dingen, kom je geregeld op locaties die ingericht zijn voor toerisme en ziet alles er fantastisch uit. Als je er woont, moet er waarschijnlijk ook gewoon geld verdiend worden. En heb je een heel andere dagbesteding dan tours maken en bezienswaardigheden bekijken. Je hebt weer te maken met een agenda en de mooie uitzichten om je heen, die gaan wennen. Verder is het gras bij de buren altijd groener. Maar is dat ook echt zo? Je gaat ongetwijfeld dingen ervaren die je vooraf anders hebt beleefd. Simpelweg omdat je in een heel andere vibe zat. Realiseer je dat en denk er goed over na. Dat is eigenlijk alles wat ik hiermee aan wil geven. En dan nog wat praktische zaken. Ik verzin dat niet zomaar, maar maak graag gebruik van de kennis, de kunde en de ervaring van Karen en Lianne. Het vinden van werk in Amerika is nog niet zo eenvoudig dan je misschien wel zult denken. Zomaar naar Amerika gaan en denken dat het allemaal wel goed zal komen, ja, dat kan wel eens erg tegenvallen. Belangrijk is dat je je goed voorbereidt. Ga vanuit Nederland of in je voorbereiding al op zoek naar mogelijkheden en leg contacten. Uiteindelijk zal een bedrijf je moeten steunen en je staat dan alleen maar sterker. Begin tijdig met je zoektocht naar passend werk. En als je de stap dan ook echt wilt maken, geef niet op. Het zorgstelsel in de Verenigde Staten is ook heel anders dan hier. Je bent op de eerste plaats afhankelijk van hoe je werkgever dit heeft georganiseerd. De zorgverzekering kan van je salaris worden ingehouden, maar doet je werkgever dit niet, zul je daar zelf voor moeten zorg dragen. En ook op het moment dat je geen werk hebt. Een zorgverzekering kan behoorlijk in de papieren lopen. Naast de kosten die een verhuizing naar Amerika met zich meebrengt, moet je je goed realiseren dat het een tijdrovend en vooral ook energieslurpend proces is. Een aanvraag kan zomaar maanden duren en je schrijft pennen met inkt leeg om alle formulieren in te vullen. Daarnaast volgt er bijna altijd nog wel een interview op het Amerikaans consulaat in Amsterdam. En je kunt je voorstellen dat dit best spannend en zenuwslopend is. Je wilt immers zo graag je droom waarmaken. De aanvraag van visums en alle procedures eromheen kosten meestal ook nog wel wat geld. Als je denkt zomaar even naar Amerika te kunnen emigreren, helaas, de realiteit leert vaak anders. En naast al het papierwerk om überhaupt te mogen emigreren, moet je nog energie gaan steken in de verhuizing. Wat neem je mee? Van wie neem je afscheid? Het regelen van een woning, een baan, een inkomen, een bankrekening, verzekeringen en alle elementaire zaken die je nodig hebt om te kunnen leven. Je moet alles van de grond af aan op gaan bouwen. Je start als het ware een nieuw leven. Zo, ben je nog geïnteresseerd in het emigreren naar Amerika? Nou, dat treft, want we gaan het nu hebben over de mogelijkheden. Want het is immers niet onmogelijk. Vele mensen zijn je ook voorgegaan. In deel 2 hebben we het gehad over de langere verblijven in Amerika. Mocht je dat geskipt hebben en toch nog terug willen kijken, het tijdschema staat in de beschrijving onderaan deze video. En de video is ook nog eens in hoofdstukken onderverdeeld, om het makkelijk te maken. Om permanent in Amerika te mogen verblijven, dus voor onbepaalde tijd, heb je een zogenaamde green card nodig. En dat is dé verblijfsvergunning voor Amerika. Hey, en dat is niet het groene papiertje van je autoverzekering, hè? Even voor de duidelijkheid. Met de green card heb je dezelfde rechten en plichten als een Amerikaans staatsburger. Je mag alleen niet stemmen, niet deelnemen aan een rechtbankjury en geen Amerikaans paspoort aanvragen. Als je dat allemaal ook nog eens zou willen, dan zul je je moeten naturaliseren tot Amerikaan. Maar daar gaan we het in deze video nu verder niet over hebben. Wel over de green card, de verblijfsvergunning. En momenteel heb je ook nog eens last van het feit dat Trump de president van Amerika is geweest. Hij heeft aardig wat veranderd op emigratiegebied. Hij was niet zo'n fan van mensen die naar Amerika wilden emigreren en daar hun geluk wilden zoeken. Met elke president zijn er weer andere kansen. Het kan dus ook zomaar zijn dat deze video over 4 jaar totaal achterhaald is. Al dat werk voor niets gedaan. Feit is wel dat de Verenigde Staten niet zomaar iedereen de ruimte wil geven zich in Amerika te vestigen. Je moet iets meebrengen. En dat kan geld of kennis zijn, maar Amerika wil zelf ook wat aan jouw komst hebben. Er zijn grofweg 5 opties om naar Amerika te kunnen emigreren. Als je er familie hebt, als je er gaat werken, als je er gaat investeren, als je er gaat trouwen of als je meedoet aan de loterij. Ah, dat klinkt eigenlijk best simpel allemaal. Maar dan nu de haakjes en de oogjes. Familie in Amerika. Het komt er grofweg op neer dat je een familielid in Amerika moet hebben wonen die of een Amerikaans staatsburger is,
of al een green card bezit. Kortom, hij of zij moet er al legaal voor onbepaalde tijd vertoeven. En een Amerikaans staatsburger mag daarnaast net wat meer soorten familie binnenhalen dan iemand met een green card. Ik ga niet diep in op de verschillen en wie nou wat mag, maar ga er voor wat betreft de soort familie vanuit dat het moet gaan om kinderen, ouders, je echtgenoot of in sommige gevallen broers of zussen. En daar stopt het verhaal ook. Dus met een verre neef in New York kom je er helaas niet. De details en procedures voor een aanvraag kun je verder vinden op internet. Werken in Amerika. Net als in deel 2 van deze video, waar je via je werk voor een bepaalde tijd in Amerika kunt wonen, kan dat dus ook voor onbepaalde tijd. Helaas gaat deze vlieger ook weer niet zomaar op voor de gemiddelde baan. Je zult echt iets bijzonders moeten kunnen en Amerika moet er echt behoefte aan hebben. En je moet al een werkgever hebben gevonden die jou wil steunen. Dat bedrijf zal de procedure ook op moeten gaan starten. Op werkgebied zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot de aanvraag. De opleiding, het beroep en de functie bepalen de vorm van de aanvraag. Ik denk dat op dit moment een baan in de zorg en een baan in het onderwijs de meeste kans van slagen hebben. Maar ook dan is het zeker nog niet met een pennenstreep geregeld, hè? Zorg dat je contacten gaat leggen en maak een bedrijf enthousiast om jou binnen te halen. En vooral ook, leer omgaan met teleurstellingen. Procedures zijn ingewikkeld en steeds als je denkt dat je er bent, vraagt men weer iets anders of iets extra's van je. Mooier kan ik het niet maken. Ja, en makkelijker eigenlijk ook niet. Investeren in Amerika. De Amerikaanse overheid is dol op geld. En je, wie niet? Heb je op zolder nou nog ergens een oude sok met wat centjes liggen? Let dan nu goed op. Ik geef toe, het moet wel een enorme sok zijn. Heb je minder dan 1 tot 2 miljoen dollar te besteden, dan gaat dit verhaal alweer niet op. En ja, je hoort het goed. 1 tot 2 miljoen dollar. Wat? En dan moet je dat geld ook nog eens investeren in een bedrijf waarbij je zorgt dat er minimaal 10 mensen fulltime bij jou in dienst kunnen komen. Je zorgt dus als het ware voor extra werkgelegenheid. Of jij nou voor deze regeling in aanmerking komt, nou, dat mag je zelf bepalen. Trouwen in Amerika. De liefde kent geen grenzen. Dus ga op zoek naar die leuke Amerikaan of Amerikaanse. Trouw met ze en je zit op rozen. Als je namelijk trouwt met iemand die voor een onbepaalde tijd in Amerika verblijft, kun je een green card aanvragen. Als je je nou eerst verlooft, klinkt dat romantisch, hè? Dan mag je met een K1 visum eerst nog even gaan proefslapen. Je moet dan wel binnen 90 dagen trouwen en je mag de eerste 3 jaar ook niet zomaar scheiden. Trouw je dan uiteindelijk niet of verlopen die 90 dagen, dan mag je met je hele hebben en houden het land weer verlaten en ben je terug bij af. Ga terug naar start, u ontvangt geen $200. Ook deze procedure is niet zomaar doorlopen, maar het is misschien wel de meest eenvoudige. Zonder jullie op liefdespad te willen sturen natuurlijk. En tot slot heb je nog de Green Card Loterij, ofwel Diversity Visa Program. Een loterij om een green card te verkrijgen? Jazeker, hey, ik verzin het niet. Ik ben wel raar, maar zo raar? Het is een manier. Je schrijft je hiervoor in en met een beetje geluk, het is immers een loterij, komt jouw lot uit de bus gerold. Let wel op, de aanvraag is voor 1 individu, dus niet voor bijvoorbeeld een heel gezin. Iedereen die hiervoor wil gaan, moet het afzonderlijk aanvragen. En weer even een waarschuwing, reken je ook nu nog niet rijk. Jaarlijks worden er in Amerika zo'n 55.000 mensen uitgeloot om een green card te kunnen bemachtigen. 55.000? Hé, dat is best veel. Seriously? Als je bedenkt dat deze 55.000 green cards verdeeld moeten worden over de hele wereld en dat er gemiddeld zo'n 20 miljoen deelnemers per jaar zijn? Heb ik je enthousiasme nou alweer weggenomen? Hé, nogmaals, niets is onmogelijk, hè? Maar je moet gewoon wel weten dat het niet makkelijk is om die American Dream te leven. En dat als je de mogelijkheid hebt gevonden om dit te mogen gaan doen, het wel heel bijzonder is. En met doorzettingsvermogen kan veel. Zeg dus nooit nooit. Dan zei ik het toch. 2 keer zelfs. Je aanmelden voor de loterij gaat via de officiële site van de Amerikaanse overheid of via het Amerikaanse consulaat. Maar in ieder geval alleen maar online. En dan ook nog eens binnen een bepaalde periode. De inschrijving voor 2022 is bijvoorbeeld al gesloten. Dus hou het zelf goed in de gaten als je dat wilt. Ja, dat waren eigenlijk gelijk ook de opties voor een green card. Voor zover ik weet natuurlijk. Heb je nou zelf andere ideeën of ervaringen of heb je iets gemist in deze video? Laat het hieronder dan in de commentaren even weten. Zo kunnen we elkaar helpen en informeren. En als je dan uiteindelijk je American Dream wilt gaan najagen, dan heb je genoeg informatie om ermee aan de slag te kunnen gaan. Hier nog even de samenvatting van deel 3. Wil je emigreren naar Amerika? Dan heb je de zogenaamde Green Card nodig.
Er zijn een aantal mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te komen. De eerste optie is familie hebben in Amerika. Mogelijkheid 2. Werken in Amerika. De derde mogelijkheid. Investeren in Amerika. De vierde. Trouwen met een Amerikaan of een Amerikaanse. En de laatste. Meedoen aan de Green Card Loterij. Ik wil deze video eindigen met een aantal algemene tips en ook waarschuwingen. Om te beginnen, pas op met mensen of bedrijven die je allerlei aanbiedingen of beloftes doen om je naar Amerika te halen. Er zijn helaas ook oplichters actief binnen deze hulpbieders. En ook op de officiële overheidssite word je daarvoor gewaarschuwd. Let wel, er zijn zeker ook goede bedrijven die je ook echt kunnen helpen en ondersteunen. Soms met tips of advocaten die je misschien wel nodig gaat hebben, of internationale verhuisbedrijven, of bedrijven die je helpen met het vinden van een woning. Kijk op internet goed naar reviews over en ervaringen met dit soort bedrijven. En dan kom ik ook gelijk bij de volgende tip, geen onbelangrijke. Lees je goed in en treed in contact met mensen die ervaring hebben op dit gebied. Zowel Karin als Lianne hebben aangegeven bereid te zijn jullie vragen op dit gebied te beantwoorden. Voor zover dat binnen hun mogelijkheden ligt natuurlijk. En ga op zoek op internet. Er zijn veel Amerika forums te vinden met mensen die al even in Amerika wonen. En een goede tip van zowel Karin als Lianne, volg Facebook groepen over dit onderwerp. Er is echt enorm veel informatie te vinden. Laat je goed voorlichten voordat je deze toch wel grote stap gaat maken. En toch nog een keer, weet dat het een lang en duur proces kan zijn. Alleen het aanvragen van een visum of een green card kan maanden tot jaren in beslag nemen. Je geduld en je doorzettingsvermogen worden op de proef gesteld. Huizen in Amerika worden vaak gemeubileerd verkocht. Kijk goed wat je allemaal meeneemt. Je hebt echt niet alles nodig en vaak is het goedkoper om alles opnieuw aan te schaffen dan het te laten verhuizen. Je kunt je spullen door de lucht of over het water laten verplaatsen. Ofwel per vliegtuig of per schip. Kijk naar de verschillen, de kosten, de tijd en wat het best bij jou past. Denk vooraf na over waar je wilt gaan wonen. Houd rekening met het lokale klimaat, de kosten van een staat, de natuurinvloeden in dat gebied en of het aansluit bij jouw wensen. Ben je bijvoorbeeld een stads- of een plattelandsmens? Wat zijn de voor- en de nadelen? Zet ze op een rij. Hoe werken makelaars in Amerika? Lees je in of vraag advies. En denk vooral niet dat alles hetzelfde is en werkt als bij ons. De kleinste dingen kunnen verschillen. Het is immers een ander land met een andere cultuur. Zorg dat je financieel op orde bent, zodat je eventuele tegenslagen op kunt vangen. Amerika is geen goedkoop land en de arbeidscultuur is ook zeker anders dan hier. Kijk of je Nederlandse paspoort voorlopig nog geldig is en aan de eisen van de Amerikaanse overheid voldoet. Je rijbewijs kun je in Amerika laten omzetten naar een Amerikaans rijbewijs. Sterker nog, als je langer of zelfs permanent in de Verenigde Staten gaat wonen, moet dat zelfs. En binnen 30 tot 90 dagen al. Dat verschilt per staat. Als toerist mag je overigens een jaar lang rondrijden met je buitenlandse rijbewijs. Het stroomnetwerk is anders dan bij ons. Ik heb hier al eens een video over gemaakt, maar weet dat stekkers en stroom anders zijn. En zeker als je er permanent gaat wonen, is het handiger en verstandiger elektrische apparaten opnieuw aan te schaffen. En laat je niet in de maling nemen, hè? Een green card vertelt je dat je voor onbepaalde tijd in Amerika mag verblijven. Maar pas op! De green card op zich is 10 jaar geldig. Tegen het einde zul je dus een verlenging aan moeten gaan vragen. Het einde is nabij. Van de video natuurlijk, hè? Ja, het is een behoorlijk verhaal geworden. En op voorhand alvast mijn excuses voor de lengte van deze video. En voor de vele informatie die ik over jullie heb uitgestort. Maar ik denk oprecht dat het allemaal binnen dit onderwerp valt. Ik vond het belangrijk het onderwerp goed en zo breed mogelijk aan te pakken. Er was immers veel vraag naar, dus ja, hey, je moet wat, hè? En je kunt alles op je gemak gewoon eens terugkijken, pauzeren of via hoofdstukken vrij eenvoudig weer opzoeken. Tot slot bedank ik natuurlijk Karin en Lianne voor hun hulp en hun openhartigheid. Bezoek hun site ook eens en hun social media accounts om te bekijken wat hun ervaringen zijn op dit gebied. Ik hoop dan ook dat jullie wat aan deze video hebben gehad en ik wens jullie veel succes met de speurtocht naar geluk. Laatste vraag. Als je vindt dat het nou een mooi en duidelijk verhaal was, beloon deze video dan nog even met een duimpje omhoog. En het zou al helemaal geweldig zijn als jullie je zouden willen abonneren op het kanaal van Hop Hop naar Amerika. Dat houdt mij weer gemotiveerd om dergelijke video's te blijven maken. Bedankt voor het kijken naar deze video en de groeten!